Ja, vroeger was dit een heel normaal gezicht. Maar vandaag de dag kennen mensen het niet meer. Wat is het eigenlijk voor pak? Het is een originele testbeeldpak. En die heb ik voor vandaag meegenomen. Wat heb je met een testbeeld? Eigenlijk helemaal niets. Maar gezien het feit dat ik vandaag mijn tv-debuut maak bij jullie... Heb ik een testbeeld maar meegenomen. Voor jullie staat One Mike. En ik heb een single. Dat heet Het is vanavond feest. En die mag ik vanavond hier doen. Dus het wordt feest. Ik zing het Nederlandse lied eigenlijk. Ik zing ballads, nederpop. Soms zelfs jazz als het moet. Maar ik vind het leuk om feestmuziek te maken. Ik vind het leuk om feestmuziek te brengen vooral. En vandaar deze single. Onze zoon die is beter bekend denk ik dan ik. Dat is Alessandro. En ja, die doet het momenteel heel goed. Het was wel zo dat ik als zong voordat hij begon te zingen. Dus hij was eerst de zoon van, nu ben ik de vader van. Ik weet niet wat erger is, maar dit is het. Mijn hoop voor 2015 is dat die single leuk gaat worden. Dat ik nog een single ga maken, dat Alessandro succesvol is. En daarnaast werk ik gewoon lekker door met mijn werk als ambulanceverpleegkundige in Zaandam. Dus dat, ja, dat zijn de planningen.